Letterlijk tegen het Limburgse heuvelland geplakt en net buiten het stadje Valkenburg ligt een prachtig rijksmonument. Het is het oudste nog in werking zijnde hotel van Nederland en het werd onlangs uitgebreid opgeknapt. Waaronder de kamers en suites. Ja, dit is een suite. Wat een ruimte. En leuke kleurtjes. En dit vind ik natuurlijk fantastisch. Een badjas hoort bij zo'n suite en een goede badkamer. En wat voor een badkamer? Ja, hier kun je koninklijk badderen, Arno. Kom je al in de stemming? Hier voel ik me royaal. Dat dachten we al. Het sfeervolle viersterrenhotel met zijn koninklijke geschiedenis is een bijzonder gebouw. Het werd in 1890 ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. En het is de afgelopen jaren geheel vernieuwd, inclusief de 82 kamers. Van de huiskamer tot het restaurant en de wellness. Alles ademt de ambiance van Limburgse gastvrijheid en betaalbare luxe. Ja, dit hotel kende ik ook nog niet. Ideale uitvalsbasis voor de mountainbikers of voor de fietsers. Het heeft een wellness en een zwembad. Zometeen naar Vaals, naar het hoogste punt van Nederland. En vanmiddag lunchen om de hoek hier.